Nou, we hebben hier gesurfd. Alles hebben we. We hebben schoon water, schone toilet. We hebben gedoucht. We hebben alles opgeladen. We hebben ontbeten. De bakker kwam ook nog even langs. Nou, mooier kan het niet. En nu gaan we... Nu gaan we eerst even naar de Lidl even boodschappen doen. Boodschappen gedaan bij de Lidl en we gaan nu naar Aromanches Laben. Laben. Hij zwaait naar hem, die man zwaait terug, hij staat heel vreemd te kijken. Hij denkt, daar ben ik helemaal niet. Kijk, een Port Winston Churchill. Ja. Oh, kijk, daar zo ook, zie je dat? Kijk. En we zien hier ook heel veel campers rijden. En een kleine correctie, het is vandaag maandag 12 augustus. Time flies when you're having fun. Oké, kijk mensen, we staan nu op de parkeerplaats in Aromanches. Dat is de officiële site via sitecode van Campercontact, van de NKC. En... we zitten even binnen, want het is natuurlijk vreselijk slecht weer. Je hoort het regenen, want kijk. Aromanches Les Bains, regen, 18 graden. En het blijft tot vanmiddag 4 uur kans houden op regen. Dus we zijn er nog niet vanaf, dus we kunnen nou niet eventjes weg. Je kan het hier niet zien, maar op zee, daar liggen al die caissons, die liggen daar... Maar dat is niet erg, jullie krijgen het allemaal nog zien. Ook de camperplaats zelf laat ik nog eventjes zien. Ja, straks. Maar dat komt ook straks, want ik wacht even de bui. Als je dan de camperplaats komt oprijden, tenminste het is een mixed parking, maar campers staan apart. Dan zie je daar, waar die campers rijden, zie je ze uitkomen. Dan ga je hier, rij zo heen. Dan rij je hier, kijk, daar staat op parking campingcars. Sullement only, dus er mogen echt alleen maar campers staan. En busjes, ja natuurlijk, maar busjes zijn ook campers natuurlijk. Kijk, en dan heb je 1, 2, 3 rijen. En wij staan dus nu daar zo op de voorste rij. Ja, dat is al mazzel. En nu zijn we op zoek naar de Sani-zaal, want er schijnt hier een Sani-zaal te zijn. En ik denk dat dat misschien wel bij dat huisje is ofzo. We gaan even kijken. En dan gaan we eventjes naar Oranjes Beach. Oh ja, daar was ik mooi in de fout geweest. Want ik had gezegd dat het was Juno Beach. Juno Beach. Ja, maar dat is het niet. Het is Gold Beach. Waar de Britten aan land kwamen. Want anders krijg ik natuurlijk een heleboel commentaar van iedereen. Dat ik het verkeerd gezegd heb. Maar het is dus Gold Beach. Kijk dan, wat is een mooi gezicht zo over de camperplaats heen. Wow. Prachtig, daar hoef ik niet eens de droom voor op te laden. Daar gaan wij. Ja, nou, hij valt wel op. Hij steekt wel uit. Dus, daar hè, dus staan wij. Daar ja. Mooi gezicht. Toch? Ja. Prachtig. Kijk, en daar staan allemaal mensen en campers geparkeerd langs de kant van de weg. Want die willen niet betalen.
En hier is betaald parkeren. En het is 6 euro. En dan mag je 24 uur staan. Ja. En dan kan je hier nog water pakken, je wc legen. Nou, dan gaan de mensen daar toch niet moeilijk over doen? Of? Ik denk dat het wel meer richting hier. Dus daar zijn we ook. Ja.